ja, ik hoop dat we nog zo snel mogelijk weer leuke, gezellige dingen kunnen doen. Want dat staan wij als vereniging natuurlijk het meeste voor. Dat je gewoon gezelligheid met elkaar hebt en dat je een grote vriendengroep opbouwt. Dus ik hoop dat dat snel weer op een normale manier kan. Breda nu. Feesten, gala's, borrels, kroegentochten en ga zo maar door. Dat zijn de dingen die enkele Bredase studentenverenigingen nog deden voor de coronacrisis. Maar omdat het momenteel niet mogelijk is, wordt het bestuur nu uitgedaagd om creatief na te denken over andere mogelijkheden. Sinds maart eigenlijk, sinds de coronacrisis begon, hebben we alles tot gedaan. We hebben eigenlijk heel erg weinig gedaan. Met de hoop natuurlijk dat we na de zomervakantie echt weer door kunnen. Nou, in augustus en in begin september hebben we wel wat activiteiten gedaan. Dus borrels bij kroegen, et cetera. Maar natuurlijk sinds de nieuwe regels zijn we natuurlijk weer op slot. En dus nu zijn we aan het kijken om zoveel mogelijk eigenlijk online te gaan doen. Om nog steeds onze leden betrokken te houden bij de vereniging. Ook om onze nieuwe leden te leren wat onze vereniging inhoudt. En dat we elkaar leren kennen. Als het mag, dan proberen we wel gewoon onze borrels voor te zetten. Gewoon wel op 1,5 meter, 4 man aan 1 tafel, niet staan. Al de regels gewoon in 8. Dat kunnen we gelukkig hier in onze eigen sociëteit wel doen. Dus dat scheelt heel veel. Maar nu met aangescherpte regels kan dat niet. Dus dan proberen we online dingen te doen. Tijdens de coronacrisis organiseren we op dit moment wel activiteiten. In maart en de eerste maanden van de lockdown hebben we met name online evenementen georganiseerd. Zoals online proeverijen, online pubquiz, dat soort dingen. Toen wat meer horeca weer openging, in juli met name en in de eerste maanden van dit jaar, of de eerste maand eigenlijk, hebben we wat fysieke evenementen op afstand georganiseerd. En dankzij de locatie van Old Dutch en Borrel Bar hadden we beschikking over 3 zalen, waardoor we nog relatief veel studenten kwijt konden in die ruimte en veel mensen konden ontvangen. En nu zijn we natuurlijk, is de horeca weer gesloten, dus kunnen we geen fysieke evenementen meer plaats laten vinden. Het is nog wel even lastig om wat nou precies echt leuk is, wat nou precies echt werk. We proberen dingen te doen als veilingen, we proberen dingen te doen als simpele dingen als bingo's en als quizzen. Maar we laten ook veel over onze leden, want zij komen initiatief in ons. En sommige dingen zeggen ze van Max, dat werkt totaal niet, en andere dingen zeggen ze leuk. En zo proberen we een beetje aan te passen. Al onze beleidsvoering en onze woordvoering is in het Engels. En daarnaast zijn we ook open voor veel internationale studenten. Hieraan merk je vooral bij de eerstejaarsstudenten dat zij minder fysiek les hebben. En daarom, als er nu bijvoorbeeld, zoals nu, een lockdown komt, dat ze eerder, als redelijk dichtbij in Europa bijvoorbeeld wonen, dat ze nog even terug naar huis gaan. Dus dat ze zich minder vestigen in Breda. En daarnaast proberen we de studenten die wel blijven om daar nou contact mee te houden. Omdat het natuurlijk lastig is als je in deze situatie redelijk sociaal geïsoleerd in een nieuwe stad bent. Waar je eigenlijk alleen nog maar wat mensen van je studie en dan wat mensen via de studentenvereniging kent. Dus we willen nou ook gewoon kijken, net zoals het RIVM nou heeft gedaan, een roadmap te maken voor het aankomend jaar. Dat je gewoon per risicofase weet van dan kunnen we dit wel doen en dan kunnen we dit niet doen. Dus dat we daarna ook voor onszelf een beetje opzetten. Dat wij weten van als dit risiconiveau is, dan kunnen wij iets gaan plannen. En als het aangescherpt wordt, dan moeten we dus dingen aanpassen. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Maar het is gewoon heel lastig dat je niet een paar maanden vooruit kunt plannen. Ik denk dat iedereen heeft in elk bestuursjaar heeft problemen. En ik denk dat iedereen daarbij zegt ook van, was het maar niet in mijn jaar gebeurd of mijn tijd gebeurd. Maar het enige wat je kan doen is het beste maken van de tijd die je gekregen hebt. Ja, ik hoop dat we nog zo snel mogelijk weer leuke, gezellige dingen kunnen doen. Want dat staan wij als vereniging natuurlijk het meeste voor. Dat je gewoon gezelligheid met elkaar hebt en dat je een grote vriendengroep opbouwt. Dus ik hoop dat dat snel weer op een normale manier kan. Ja, als nieuwe student heeft het zeker zin om je aan te melden bij een studentenvereniging. Dat is namelijk de manier om nieuwe mensen te leren kennen in een nieuwe stad. En dat kan natuurlijk door fysieke evenementen. Wij hopen natuurlijk dat op termijn er wel weer dingen mogelijk zijn. Al is het maar dat we zittende borrels moeten organiseren of dat we met een heel klein aantal mensen bij elkaar kunnen komen. Daarnaast zijn er online evenementen, dus je merkt dat ze op een hele efficiënte manier al een eerste indruk van mensen en ook zo van een studentenvereniging kan krijgen. En dan de verdere connecties kan leggen tijdens fysieke evenementen, eventueel in hele kleine groepen. Wat voor ons altijd een beetje de gedachte is van, kijk, op een gegeven moment is het klaar de corona. Of het nou over 4 maanden is of over een jaar. En dan ben je er wel bij, dan ben je ook wel lid. Of we nou dingen online doen of misschien wel verlicht weer beperkt fysiek dingen kunnen doen. Dan ben je al wel lid bij de studentenvereniging. En wij zeggen ook van dan kan je alles wat je afgelopen 1,5 jaar of 2 jaar misschien gemist hebt, gewoon keihard inhalen. Dus ik denk wel dat het heel veel zin heeft. Breda nu.